gasten, Gamoship, welkom allemaal bij een nieuwe Brawl Star video. Vandaag echt een lijpe video voor jullie, want we gaan namelijk spelen met de beren van Nita. We zijn met teams 10 spelers en iedereen is Nita en moet proberen zijn beer te krijgen. Dat doe je gewoon door elkaar te hitten en dan vervolgens gooi je je beer in het midden. En in het midden heb je een soort van kooi waar de beren tegen elkaar gaan strijden. En als jouw beer wint, heb je gewonnen. Eigenlijk vrij simpel, maar het is gewoon erg leuk om te zien. En hopelijk kan mijn beer vandaag een keertje winnen. En ik heb ook wat springplanken toegevoegd. Teleports, dus de beren kunnen ook nog springen, teleporteren. Dus dan heb je nog meer actie. Het wordt heel nice. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat worden. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smis dat duimpje omhoog. 3.000-4.000 likes. Zou heel nice zijn als het gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. En ik heb trouwens ook een tweede map gemaakt. Dus we hebben twee maps waarin we gaan spelen. Die andere map is anders dan de map die we nu gaan spelen. Maar die krijgen jullie zo meteen te zien. En trouwens, mocht je mij willen supporten, dan kan natuurlijk door de code Bowser te gebruiken in Brawl Stars. En door eventueel Bowser Army kleding te checken. Check het www.bowser.nl. Tot en met cash, 10% korting op de kleding. Dus wees er snel bij. Maar ik ben in principe ready en dan kunnen we beginnen. Oké, hier gaan we dan. Iedereen is ready. Ik ben zo benieuwd of mijn beer kan winnen. Ik heb trouwens wel tegen iedereen gezegd dat ze hun eerste sterrenkracht moeten selecteren. Dat is dus niet hyperbeer, dus je kan niet sneller hitten. Ik zal hier ook even een hit doen. We moeten niet elkaar per ongeluk killen. Dat moet zeer zeker niet. Oké, moet even afwachten. Oh, die heeft al zijn super. Dus nou, dat ging mooi snel. Ik zal hier even een paar hits doen. En dan kunnen we hier... Ah, kijk, nu heb ik ook al mijn super. Oké, we hebben allemaal onze super, denk ik. Oscar heeft zijn super nog niet. Volgens mij hebben we allemaal onze super. Ik zal even een smiley doen en dan kunnen we gooien. Let's go! Oké, supers worden gegooid. Ik heb bijna op de springplank gezet. Oh, bijna gaat naar boven. Ik zet nu mijn gadget in. Hij leeft nog, Dus dat is nice. Je kan dus eventueel gadgets inzetten. Ik ben benieuwd of mijn beer gaat overleven. Oké, hij is daar nog steeds aan het vechten. Mijn beer leeft nog steeds. Er heeft trouwens één iemand hyperbeer en dat was niet helemaal de bedoeling volgens mij. Volgens mij heeft die onderste beer hyperbeer. Maar ze lopen nu een beetje vast. Die beer die neemt nu gewoon de jump. Oké. Oh, je kan ze natuurlijk besturen. Ik zal nu mijn beren schild. En hij had inderdaad hyperbeer. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Je kan je eigen beer natuurlijk ook besturen aan de zijkanten door rond te lopen. Dus dat is ook wel geniaal. GG's naar degene die de beer nu over heeft gehouden. We kunnen in principe heel makkelijk hier nog een beer neergooien. Maar het boeit in principe niet. Oké, we doen het nog een keer. Alleen dan moet even iemand die hyperbeer had gezet uitzetten. En dan weet ik ook dat je je beer dus kan besturen. Op het moment dat er nog met twee beren zijn, kan je je beer laten een beetje besturen. Of andere mensen kunnen hun die beren laten besturen. Door aan de zijkant rondjes te lopen, lopen die beren natuurlijk naar je toe. In ieder geval, ik zie jullie zo meteen weer en dan gaan we nog een potje spelen. Oké, let's go! Potje nummer 2. Eens kijken hoe dit gaat. Ik vind het trouwens wel chill dat ik een skin heb die niet iedereen heeft. Zodat je een beetje kan zien, zeg maar. Oké, Phoenix die loopt nu hier naartoe. Dat is in principe ook prima. Dan moeten jullie mij niet per ongeluk killen. Dat zou ik niet chill vinden. Oké, hij heeft al zijn super, dus dan kunnen we nu even hier hits doen. Ik heb ook bijna mijn super. Ja, ik heb nu ook mijn super. Ah, no! Oscar heeft per ongeluk iemand gekilled. Nou ja, oké, hier. Hit mij maar. Je kan mij wel hitten. Dan is het niet anders. Oké, ik ga nu smiley doen. Smiley, let's go! Ik ga mijne daar neerzetten. Dan ga ik even hier de zijkant lopen. En dan kan ik precies zien waar mijne terecht komt. Want ik moet natuurlijk goed zien wat hij precies doet allemaal. Tot nu toe gaat hij lekker. Hij gaat lekker. Loopt hij achter mij aan of niet? Nee, hij loopt naar vijanden toe. Dus vijanden kunnen hem zeg maar laten bewegen. Misschien dat niet iedereen dat weet. Ja, nu gaan ze. Oké, ik zet mijn shield nu even in. Oh, ik hoop dat hij er kan winnen. Ja, oké, mijn heeft gewonnen. Dan moet ik eigenlijk... Ja, hij heeft die jump genomen. No, shield, ja! Mijn beer heeft gewonnen. Haha, let's go. Het is zo constant, maar het is wel geniaal. Oké, nu kunnen we elkaar killen. Het is wel grappig. Ik vind het echt serieus grappig. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar het is gewoon leuk. Ik zal trouwens even zeggen dat je de beer ook kan besturen. En hierna doen we nog één potje en daarna gaan we in een nieuwe map. En trouwens, misschien valt het jullie al op. Ik heb mijn koptelefoon niet op. Ik dacht, ja, ik heb ook van deze AirPods. Ik dacht, nou, die kan ik eigenlijk net zo goed gebruiken voor mijn video's. Want dit is niet zoals Fortnite, dat je zeg maar geluid hoort van alle kanten. Dus ik dacht, nou, ik ga deze dingen gebruiken. Dat is wat minder gedoe dan die koptelefoon altijd. Dit zit ook gewoon net wat relaxen. Dus ik denk dat ik voorlopig, als ik Brawl Stars op ga nemen, dat ik het hierin ga doen. Moet even goed bijhouden. Ik sta in het midden, dat is eigenlijk niet heel relaxed. We kunnen hier even een hit doen. Waarom lopen ze hier naartoe? Waarom die Phoenix, die wil mij heel graag hitten? Nee, kijk!
kijk dan uit. Blijf bij je, ik zal even zeggen, je moet gewoon bij je 2 of 3 blijven. Zodat iedereen gewoon lekker geconcentreerd kan blijven hitten. Nou, daar gaan we weer. Hopelijk gaat het nu wat beter en word ik niet gekild in het begin. Ik had even gezegd dat je in het begin moet blijven bij de 2-3 waar je bij spawnt. We kunnen hier even een hit. Ja, we moeten niet te veel hits doen. Je kan wel even hier een hit eventueel bij mij doen. Ja, top. En dan doe ik nu even hier een hit. En we moeten niet te veel hits, want anders ben ik bang dat we elkaar killen. En dan moeten we ook niet hebben. Hier 1 hit. En nu hebben we allebei een super. Dus oké, iedereen heeft zijn super. Dan doe ik nu mijn smiley. En dan kunnen we gaan gooien. Ik ga mijn daar weer op de ding neerzetten. Oké, let's go. Hij neemt zijn jump. En ik ga hier kijken. Ik zet mijn shield. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Ik doe mijn shield. Dit gaat niet goed komen. Dit komt niet goed. Uh-oh. Oscar probeert mij nu te hitten. Maar dat is niet de bedoeling. Want daardoor krijgt ze beer natuurlijk HP erbij. Dat mag officieel niet. Maar er zijn nu nog 2 beren. Ik ben benieuwd van wie die nou zijn. En je kan ze dus een beetje laten lopen. Maar ik ben benieuwd of ze nu naar elkaar toe gaan. Die andere beer... Ja, nu gaan ze sowieso tegen elkaar. Ja, dit was overduidelijk. Wie zou winnen? Die andere kon niet meer winnen. Oké, volgende ronde. En eigenlijk dacht ik, ja, we kunnen nog wel doorgaan met de eerste star power. Maar misschien is het ook wel leuk als we gewoon de tweede star power gebruiken. En gadget mag je zelf weten, maar ik doe nu even die andere gadget. En wat deze map is, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar wel heel anders. Want je hebt 4 vakken. Je hebt 4 verschillende vakken. Dus de beren kunnen niet allemaal tegelijkertijd bij elkaar komen. Dus dat maakt het wel erg veel leuker. Ik ben benieuwd. Oh, ik ben zo benieuwd of ik nu kan winnen. Het is zo simpel, maar ook zo leuk. Oh, daar ging mijn lamp een beetje uit. Ja, ik heb tegenwoordig een beetje van die papiertjes voor mijn lampen. Zoals ik ga livestreamen, dat die lampen iets minder fel zijn. Ja, allemaal mee rekening gehouden. Want anders heb je zeg maar echt 2 uur lang die vellige licht in je gezicht. En dat is nu niet zo erg. Weet je, voor een filmpje van, nou ja, weet je, 10, 20 minuten. Maar als je dat echt een paar uur hebt, dan na een tijdje word je helemaal moe in de ogen. Oké, maar Oscar, even 3 hits weer. En ik heb een super al. En Oscar heeft nu ook zijn super, dus dat is mooi. BTS, jij mag ook wel hier een paar hits doen. Doe maar een paar hits. En dan heeft hij ook zo zijn super. Volgens mij heeft bijna iedereen zijn super momenteel. Ik denk het wel. Dan gaan we nu 3, 2, 1, go! Ik zet hem daar op die jump. Jump! En dan zet ik nu mijn gadget aan. Boom! Oké, hij leeft daar. Hij loopt daar. Oh, gaan ze de jump nemen? Ze nemen de jump. Ik ga mijn gadget meteen weer inzetten. Hij is al dood. No! Oké, er zijn nog 2 beren. En we moeten deze eigenlijk die jump laten nemen. Kijk, dan neemt hij die jump. En dan gaan ze daar tegen elkaar vechten. En dan heeft die beer gewonnen. Wie is dat? Die is van Phoenix! Ja, GG is gefeliciteerd. Want op deze manier kunnen ze dus ook teleporteren naar andere kanten. Misschien is het leuk trouwens als ik het een klein beetje aanpas. En dat ik die teleports aan de zijkant neer ga zetten. Want dan kan je die beren zeg maar echt helemaal besturen. Ik zal dan eventjes wat gaan wissen. Dan ga ik even alle teleports opnieuw neerzetten. Ik zie jullie zo meteen weer. Ja, daar gaan we weer. Nieuw potje, nieuwe kansen. Hopelijk kan ik nu wel winnen. Ik heb de teleports dus net ietsjes anders neergezet. Eens kijken of het nu goed gaat. GG's. Good luck. Zal hier ook even 1 hit doen. Moet je niet te veel hits doen. Je moet hier met z'n 3 moet je wel wat veiliger zijn met z'n 2. Met z'n 2 kan je wat makkelijker inschatten. Kan hier nu al even een hit doen. Niet te veel hit. Milan heeft al zijn super, dus dat is chill. Ze hebben allebei hun super al. En ik heb nu ook mijn super, dus dat is mooi. Volgens mij heeft iedereen super. Dan 3, 2, 1, go! Ik zet mijne daar op die springplank. En dat had ik dan... Ja, op zich gaat hij wel prima. Oh, waar is hij nu? Ik zie niet waar hij nu is. Hij zit volgens... Is hij al dood? Hij is al dood! Dit gaat zo snel! Dit is niet normaal! Dit is ook wel bizar. Dit is zo bizar. En met die teleports kan je ze helemaal... Oh jee, daar gingen ze... Oh, yo. Oké, volgens mij heeft Phoenix weer gewonnen. Dit is echt heel bizar. Oké, we doen nog even 1 potje. Dan alleen dan met de eerste sterrenkracht. En dan wordt dat het laatste potje. Want deze potjes gaan echt niet normaal snel. Dit is gewoon niet te doen. Dus we doen nog even 1 potje met de eerste sterrenkracht. Nou, dan gaan we het laatste potje voor vandaag. 2e sterrenkracht. Eens kijken of ik dit potje kan winnen. Dat zou mooi zijn. Ik kan hier nog even een hit doen. En dan mogen jullie nu even hits doen op mij. Ik zal even hier 2 hits doen. Dan heb ik nu mijn super en dan kan ik nu gehit worden. Want ik heb mijn super nu toch al. Oké, jullie hebben allebei super. Top. En dan heeft Oscar bijna super. Ik denk nog 1 hit en dan heeft hij zijn super op ons. Doe maar hit. Doe nog maar hit. Ja, top. Oké. 3, 2, 1. Go!
ik zet mij nog gewoon een keertje hier neer. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Dan gaat hij teleporteren, denk ik. Ik zal nu even mijn shield inzetten. Kom op. Nee, er zijn nu twee beren tegen. Oh, mijn is geteleport. Hij is dood nu ondertussen. Oh ja. Dit is zo chaotisch. Dit is zo chaotisch. Oké, er zijn nog drie over. Ze gaan zo meteen teleporteren, maar mijn beren is ondertussen weer dood. Maar je kan ze dus besturen door die jumps te laten nemen en die teleport. Dat is toch ideaal. Oké, maar ze moeten even bij elkaar komen. Want anders gaat het natuurlijk nooit lukken. Ja, daar waren ze bijna bij elkaar. Als we nou hier blijven staan, dan gaat hij zo meteen die rode teleport nemen. Maar dan gaan ze allebei tegelijk die rode teleport nemen. Nee. Oh, huh? Iemand heeft hier een beer neergegooid. Dat was niet de bedoeling. Ja, we hebben de winnaar. Of is hij? Ja, die andere beer is dood. Yo, dat duurde echt veel langer dan verwacht. Wel geniale minigame. Het is gewoon puur geluk. Een beetje tactisch inzicht dat je op het juiste moment je gadget inzet. Maar voor de rest, puur geluk. Maar ik vond het wel echt geniaal en heel leuk om te doen. Maar als jullie dit ook een leuke video vonden, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Het zou heel nice zijn. En trouwens, morgen gaan we Fall Guys livestreamen. Of overmorgen, ik weet niet precies. Woensdagmiddag in ieder geval ga ik Fall Guys livestreamen. Ga kijken of ik live en win kan halen. Zou nice zijn. Dus hou dat een beetje in je agenda. Maar dat was het voor deze video. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En dan abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!